Oké, welkom terug bij deel 3 van de Gran Turismo 6 Career Mode. We gaan vandaag verder in de beginnercategorie. Het kwam ook smooth uit. We hebben de vorige keer de amateur cup gedaan, helaas niet de volle sterren daar gehaald. Maar we gaan nu beginnen met het beginnerskampioenschap. En we hebben hier 4 races, allemaal van. Of 3 races zelfs, van 2 ronden. En het is ook zelfs een kampioenschap. Dus dit is het eerste kampioenschap waar we in gaan deelnemen. Waar we dus een uiteindelijke score zullen krijgen van de 3 races gecombineerd. Oh nee, wacht. Oh kijk, we hebben eerst de kampioenschap van 3 races en dan 3 losse races. Zo zit het. Oké, interessant. We hebben hier dus een kampioenschap voor auto's met een waarde van 450 of minder. Maar ik heb nu alleen nog maar de Fit en de Cappuccino, dus we kunnen wel iets heel gaan kopen. En dan heb ik niet zo heel veel credits. 18.000. En als we eventjes naar de aanbevolen auto's gaan, kunnen we daar zien dat we daar niet zo heel veel voor kunnen kopen. We kunnen wel een Suzuki Swift kopen. En that's it eigenlijk. Ik kan wel even naar de daadwerkelijke auto dealer gaan om te kijken of we misschien nog meer opties hebben. Maar ja, misschien dat we de Swift kunnen kopen. We gaan wel eventjes naar de dealer om te kijken wat we hier allemaal hebben. Wat hebben we bij Abarth? Ah, die is te duur, jammer genoeg. Oh, ik klik gewoon op X in plaats van een rondje. What else? Fiat. Kijk, die kunnen we wel kopen. Ah, ik kan zelfs een moderne Fiat 500 niet kopen, wauw. Ja, dit is echt een ding van het begin van deze game waarschijnlijk. Hopelijk zullen we naarmate we verder in deze game komen wat meer credits sparen. Oh, doe ik het weer. Het is eigenlijk altijd heel erg verwarrend met die G27 knopjes. Ik kan ook geen MG kopen. Dan gaan we maar voor de Suzuki, denk ik. Ik kan wel een... Nee, niet eens. Ja, alleen die kan ik kopen. Nou, de Mini Cooper. We gaan wel eventjes naar Suzuki. Het zal ergens hier zo staan, ja. En we hebben inderdaad hier de Swift Sport van 2007. Oh, we hebben ook van 2005. Wacht, welke is het best? Is er een verschil van? Ja, deze is ietsje beter. Oké, we nemen wel een Suzuki Swift. En hopelijk is deze snel genoeg om ons competitief te maken in dit beginnerskampioenschap. Laten we de Suzuki Swift nemen. Ja, we nemen een Champion Yellow. Oh wow, nu zijn we echt arm. Kijk, daar is onze Lemon. We hebben nog maar 2000. Oké. Okay. Laten we maar hier naartoe gaan. Dit liedje gaat echt in mijn hoofd zitten vandaag. En laten we gaan beginnen met het kampioenschap. We hebben hier nou dus nog 3 races. Oké. Okay. Dus 6 races in totaal in deze serie. Dus wordt het waarschijnlijk een iets langere video. Detroit. Oké, dan gaan we beginnen met de eerste race in dit kampioenschap. En dat is onze eerste kampioenschapsrace in deze game. Alleen staat de camera nog niet goed. En ik vergeet dat de knop die dat kan aanpassen. There we go. Dus ik heb natuurlijk de G27, waar ik een schakelpook bij heb.
Die ik eigenlijk nooit gebruik. Misschien kan ik dat eens proberen. Dan ik ben er waarschijnlijk wat langzamer mee. Dus voor nu hou ik het wel even bij de flippers. Aangezien ik me daar iets comfortabeler bij voel. Ik ben door voor P4. We hebben de Brandsatch in die circuit. Laten we dan bij die golf. Oké, P3 nu. Met 100 te gaan. De leider is wel redelijk ver weg. Zo kunnen we nu nog catchen. Vijf seconden. Oké, mooi voorbij aan P2. Lindholm. Ja, we hebben hier een kans. Gelukkig loop ik niet zo heel erg achter qua topspeed zoals met Cappuccino de vorige keer. En we kunnen hier binnenlangs de leiding pakken. En de vorige keer verloren we de leiding hier bij het uitkomen van de laatste bocht. Maar deze keer hebben we genoeg marge. Ja, we hebben het. P1 in de eerste race van het beginnerskampioenschap met de Suzuki Swift. En dan 1 minuut 1 in de laatste ronde. En weer wat hardnodige credits. Oké, we kunnen nu gewoon meteen door naar race 2. Wacht, zijn dit nou de drie races of moeten we hier nou nog die races? Ik weet het oprecht niet. Oké, race 2 op de Atomring die we ook al een keer hebben gehad. Oké, dat was P5. Deze Suzuki Swift blijkt wel iets beter zijn dan de Cappuccino die we de vorige keer gebruikten. Waarschijnlijk ook een iets hogere PEP-waarde. Hier binnen door. Ja, dit is een wat langere baan dan de Brandsatch Indy, dus we hebben gelukkig wat meer tijd. Nu buitenom bij de golf. In ieder geval vast een top 3. Ik had daar veel eerder mijn gas kunnen gaan om wat meer de breedte van de baan te kunnen gebruiken daar. Oh,
was er niet genoeg ruimte om binnen door te gaan. Ik rijd tegenaan. Dit kost tijd. Goed, we hebben nog een hele ronde. Zes seconden moeten we dichtrijden. Hier binnen door in bocht 1. Oh, iets te veel snelheid daar. Excuses ervoor, dat was een korte kut. Binnen door hier bij Suzuki. En dat is de leiding. Oké, ik ga nu eens proberen om met mijn schakelpand te schakelen. Dat is echt totaal anders dan hoe ik gewend ben. Oh, dit is 4. Dat is eigenlijk wel leuk. Voor een auto zoals dit. En ik denk, heb ik hem rechts zitten. En in deze auto is het links. Ik mag ook links zetten. Dat is nog moeilijker. Dat ben ik natuurlijk gewend vanuit mijn echte auto. Alleen, toch is het met simrace heel anders. Maar eigenlijk wel leuk, alleen ik ben er wel veel langzamer mee. Maar goed, we liggen nu toch aan de leiding. Oké, okay, we gaan naar de lijn en het is overwinning 2. Met nog 1 race eraan. En dan gaan we dus nu naar de laatste race. Alleen ik weet dus niet of dit echt de laatste is, wat we hierna nog 3 losse races hebben. Maar volgens mij is het dan gewoon de laatste race. Dus we hoeven niet 6 races doen zoals ik eerst dacht. Want het komt denk ik door Ride 4. Daar heb je vaak een kampioenschap en losse races in één. Maar ik denk niet in Gran Turismo. Ja, we zijn weer terug in Brands Hatch. Deze keer in de avond. En we zien dat we nu de volledige layout doen. We zullen zien. Oké, ik ga het weer doen met mijn schakelpook. Het is heel raar met je linkervoeten moeten remmen. Ho. Wow. Ik krijg niet de bestelling. Wat is dit? Nou, zeg maar dat ik de koppeling niet goed in had. Ja, het is heel raar om met je rechtervoet te remmen met simracen. Ja, we doen nu inderdaad de volledige layout. Een P4. Ja, ik ben echt zoveel langzamer met dit schakelen. Dat is echt niet normaal. Wow. Waarom? Ik doe dan te snel met de koppeling of zo, waardoor ik hem niet in versnelling krijg. Ja, ik moet het wat rustiger doen. Wel mooi die zon. Ja, ik moet langer gewoon de koppeling in doen. Dan werkt het wel. Dit is echt een nieuwe ervaring voor mij, met mijn rechtervoet remmen en met de schakelpook schakelen met simracen. Nou, het gaat nu wel redelijk, we hebben nog 1 ronde te gaan.
Maar het is wel leuk om met deze langzame auto's te rijden. Oké, laatste ronde nu. We hebben een achterstand van 5,4 seconden op Suzuki. Hier binnendoor bij Lindholm. Doe ik het weer samen met de koppeling. Kun je beginnen te leren, denk ik. Er komt er ook Sam doorheen, maar goed. We zitten hier goed om misschien in het volgende ramp naar het rechte stuk er langs te kunnen. Om er tegenaan te rijden. Oké. Dat was zonde. Ik had niet verwacht dat hij zo langzaam daar doorheen zou gaan. Ja, nu ben ik wel heel veel tijd kwijt wat de extra verpest was. Oké, ja, we zijn veel sneller hier. We gaan voorbij aan Suzuki voor de leiding. Alright. Gelukkig gingen deze drie races wat makkelijker dan de drie races die we de vorige keer deden in de Amateur Cup. Oh, nice. Weer misgeschakeld. Anyway, het maakt niet meer uit. Run out line. Het is overwinning 3. En daarmee hebben we dit kampioenschap compleet, denk ik. We zullen erachter komen. Wist je dat je het spel ter verhaling foto's kan maken van races? Ah, nice. Om je actiemoment in volle glorie vast te leggen. Ja, ik hou van fotomoot. Inderdaad, dit is het hele kampioenschap. We hebben het voltooid. En we zijn als eerste geëindigd. 2 gewonnen kampioen. Hey, kijk, 8000 credits. Die had ik wel even nodig. Kunnen we weer wat leuke auto's verkopen. Of in ieder geval 1. Oké, nice. Dat is waar ik het voor ga beëindigen voor deel 3 van de Gran Turismo 6 Kermit. Ik denk dat we de volgende keer de koffiepauze uitdaging gaan doen. En dan kunnen we daarna de nationale B-licentie test gaan doen. Die nu beschikbaar is. Waar we minstens een bron moeten halen om dus de B-licentie te bemachtigen. En als we die hebben, kunnen wij gaan beginnen in het nationale B-kampioenschap. Of in die serie, zeg maar, waar waarschijnlijk meerdere kampioenschappen in zitten. Maar goed, ik ga het hier beëindigen. Dus dank je voor het kijken. Nog een fijne dag. En ik zie je wel weer in de volgende. Mazzel.